De Nederlandse overheid werkt aan het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties bevatten gegevens over burgers, bedrijven en instellingen. Overheidsorganisaties nemen voor hun diensten authentieke gegevens af van de basisregistraties. De Belastingdienst gebruikt bijvoorbeeld de basisregistratie voertuigen, BRV, om te zien wie een auto bezit en hier dus wegenbelasting voor moet betalen. Elke basisregistratie wordt beheerd door één bronhouder. De BRV wordt bijvoorbeeld beheerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Soms ontdekt een afnemer dat een gegeven onjuist is. In dat geval meldt de afnemer dit aan de bronhouder, zodat de kwaliteit van de gegevens hoog blijft. Zo blijven gegevens juist en actueel en zijn ze betrouwbaar meervoudig te gebruiken. Om onjuistheden in de basisregistraties eenduidig te kunnen melden, is Digimelding ontwikkeld. Dit draagt bij aan een effectieve en dienstverlenende overheid. Om toegang te krijgen tot Digimelding logt de afnemer in via e-herkenning. Zo kunnen afnemers op een gelijke, overzichtelijke, veilige en eenvoudige manier terugmelden op alle basisregistraties. Bijvoorbeeld, de eigenaar van sportschool Pump It Up gaat met pensioen en beëindigt zijn bedrijf. De sportschool wil hij ombouwen tot woonhuis. Hiervoor vraagt hij een vergunning aan bij de gemeente. Om de vergunning te kunnen verstrekken, controleert de gemeente in het handelsregister of de sportschool daadwerkelijk gestopt is. In het handelsregister bestaat de sportschool nog. Omdat het overduidelijk is dat de sportschool niet meer bestaat, meldt de gemeente dit terug aan het handelsregister. Voorheen moest de sportschool-eigenaar wachten totdat de Kamer van Koophandel aan de gemeente had gemeld dat zijn bedrijf beëindigd was. Nu logt de gemeentemedewerker met e-herkenning in op Digimelding en voert de wijziging in. De Kamer van Koophandel ontvangt hiervan een signaal en voert de wijziging door in het handelsregister. Het terugmelden via Digimelding zorgt voor snellere dienstverlening, minder kosten, minder fouten en administratieve lastenverlichting. Bovendien beschikken overheden door terugmeldingen altijd over actuele en betrouwbare basisgegevens. Dit zorgt voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. In 2014 sluit het handelsregister als eerste registratie aan op Digimelding. Daarna volgen andere registraties zoals de GBAV en de landelijke voorziening BAG. Met Digimelding geven we verder vorm aan het stelsel van basisregistraties. Dat bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende overheid. Meer weten? Ga naar www.logius.nl.